Dit is het bedrijf van Kees en Hinny Haanstra in Zuidwest-Ontario. Plannen om te emigreren sluimerden al geruime tijd. Ik heb eigenlijk al jaren met de plannen rondgelopen om te gaan emigreren. Maar ik zei altijd, wel, als ik thuis op de boerderij kan komen, dan ga ik toch nog niet gelijk emigreren. Maar het liet me eigenlijk niet los. En ja, door de regelwetgevingen die we in Nederland hadden en die steeds sterker werden en nog veel meer op ons afkwamen in die tijd, hebben we toch besloten om te gaan emigreren. Dat is eigenlijk een van de hoofdredenen. En we denken dat we toch in de toekomst hier meer toekomst hebben. De contacten die je achterlaat, wat zijn contacten? Je hebt de telefoon, de fax en het vliegtuig. De afstanden die zijn een stuk kleiner dan dat het vroeger was. Ik zag dat niet als een bezwaar om Nederland te moeten gaan verlaten. Die beslissing om te gaan emigreren, die hadden we al jaren geleden aangenomen. Van als we de kans zagen om het bedrijf goed kwijt te kunnen, we zagen andere mogelijkheden, dat we naar een ander land zouden kunnen gaan. En dat andere land zou dan of Canada of Amerika zijn. Daar waren we het al lang over uit. Emigreren zou betekenen dat de Haanstra's hun bedrijf in de Flevopolder zouden moeten verlaten en verkopen. Toen wij met de plannen kwamen en het, om te gaan emigreren en het besluit eindelijk was gevallen van nu gaan we emigreren. Ja, dan komt er heel wat op je af. En toen zijn we gaan kijken wat voor mogelijkheden hebben wij. Kunnen wij, waar gaan we heen ten eerste? Gaan we naar de Verenigde Staten of gaan we naar Canada? En ja, dan eigenlijk welk deel van Canada? Want Canada is een ontzettend groot land. En ja, met verschillende melkveehouderijgebieden. En ik wist, want ik ben een dairyman, en ik wist al voor mezelf dat ik in de melkveehouderij wilde blijven. Ja, en dan ga je naar Canada voor een bezoek. Het was eigenlijk het zoveelste bezoek voor ons. En toen hebben wij besloten om toch, hebben verschillende delen van Canada gezien. En hebben besloten om toch naar Zuidwesten Ontario te gaan. En toen zijn we hier wezen kijken en bekeken wat voor mogelijkheden dat wij inderdaad hadden. En toen hebben wij gekeken naar verschillende bedrijven, bestaande bedrijven. Ja, en eigenlijk, het was altijd wel wat. Bij de ene is het huis niet goed en bij de andere is het de grond niet goed. Maar het allerbelangrijkste vonden wij met emigratie is, wij moeten naar een plek waar hele goede grond ligt. En de rest dat, is vervangbaar, maar grond is eigenlijk niet vervangbaar. En ja, zodoende zijn wij hier terechtgekomen en ja, alles bekeken en toch besloten om een nieuw bedrijf te bouwen van de grond af aan op. Aan deze beslissing gingen een tiental bezoeken aan Amerika en Canada vooraf. Uiteindelijk werd gesteund door makelaar Andy Veldman gekozen voor Zuidwest Ontario. In 1992 vertrokken Kees en Hinny met hun vier kinderen naar Canada en binnen een jaar bouwden zij een nieuw woonhuis en nieuwe stallen. Haanstra melkt nu 100 koeien, maar zijn bedrijf is berekend op 150. Maar dat is nog toekomst. Het bedrijf van Jack van Ham. Nadat hij in 2 jaar 6 maal was komen kijken op zoek naar een geschikte vestigingsplaats voor zijn bedrijf, verhuisde Van Ham met vrouw en 3 kinderen in november 1988 naar Zuidwest-Ontario. Wat waren zijn redenen om uit Nederland te vertrekken? De belangrijkste redenen dat wij uit Holland wilden vertrekken, dat was dat de economische situatie, het belastingklimaat in Nederland, maakte het voor mij dat ik het idee kreeg van ik ga 2 stappen vooruit en ik word 1,5 stap door het belastingklimaat weer teruggedrongen. Steeds meer investeren voor het milieu met toch beperkte mogelijkheden voor de toekomst. Jack van Ham begon in Brabant, waar hij verhuisde naar Groningen om zijn bedrijf meer ruimte te geven. Maar ook daar was de toekomst uiteindelijk te onzeker. Toen wij hier gingen kijken, toen kregen wij het idee dat het zuidelijke stuk van Ontario, met name Woodstock, Londen, deze omgeving, wij noemden het toen de tijd het Brabant van Canada. En waarom? Iets meer drukte, dichter bevolkt. Dat voor een Hollandse boer die wel van sociale contact houdt heel belangrijk kan zijn. Winkels, alle mogelijkheden binnen
redelijke afstanden bereikbaar. Londen is er 35 kilometer, Woodstock 15, Tilsburg 15. Dus dat is... plus het was een uitgesproken gebied voor melkvee. Melkveehouderij. Het bedrijf van Gerrit van de Heuvel is 48 hectare groot. Eind 1991 begon Gerrit zijn carrière als zelfstandig boer. Oké, na de lagere school heb ik de lagere landbouwschool en de middelbare landbouwschool gevolgd. En na de middelbare landbouwschool ben ik in dienst geweest. En toen na dienst heb ik hier in Canada 15 maanden stage gelopen. Voor een jonge boer en die nam het bedrijf over van zijn vader. En daar heb ik 15 maanden in huis gewoond. En toen heb ik het verschil goed gezien tussen Canada en Holland. En de regels zijn hier makkelijker, simpeler en veel meer ruimte hier ook. En de vrijheid, dat is wat me trok. En na die 15 maanden ben ik weer teruggegaan naar Holland. En ik heb daar nog 2 jaar voor een andere boer gewerkt. Maar Canada trok me toch weer en ik wou toch weer graag terug. Zo. En toen heb ik met mijn vader en moeder erover gehad. En die hebben mij financieel geholpen om hier een bedrijf te beginnen. Ik was vrijgezel toen ik hier kwam. Zo, ik zocht een bedrijf dat niet te groot was. En waar ik toch al het werk zelf kon doen. Al het voeren en melken en zo. Een simpel opzet. En dan waar het toch niet te druk is, waar je niet te veel werk hebt. Zo, dan vallen al een hele hoop bedrijven die te koop staan, die vallen zo al uit. Omdat te veel werk of te groot. Toen ben ik met 2 bedrijven op een eind had ik op het oog. En het ene bedrijf, er zat geen koeien op en geen melkquotum. En ja. Ik had toch liever gelijk een inkomen zo. En toen is dit bedrijf geworden. Ontario is niet alleen een aantrekkelijke regio voor Nederlandse boeren. Er zijn veel buitenlandse collega's, zoals Emmett Lewis. We were farming at 250 acres in Cheshire, that's in the Midlands of England. And we realized that we just couldn't buy any land. Worth of money over in England, so we decided to move. We milked about 200 cows in England, and it was like a factory farming. And we thought we'd rather go come to Canada and farm more on a free range system to grow all the crops instead of buying so much in for them. So we came over to Canada to have a look around. I brought my wife over first, and she liked the idea and she liked the areas. We looked at this part on close to London, and then we looked at the Ottawa Valley, and we were more interested in more like home close to London here. So next I brought my eldest son over, and we tried to work the pluses and the minuses of both countries in the farming sector, and we realized that Canada outnumbered all the pluses. And we decided to move. De familie Lewis vestigde zich in augustus 1983 in Zuidwest Ontario. Wat waren de criteria bij het zoeken naar een boerderij? We were trying to look at a farm that we didn't have to spend too much money on. That was number one. And we were trying to look for a farm with a large quota, with a large number of cows on it, around the 100 cows. And it's very difficult. Very few farms are coming up that sort of numbers. And another thing was too the location. I think it's very, very important that for the wife especially, that the location is looked at. She likes it. If the wife settles down, I think everybody settles down. And that worked here. We're very happy here. What are you doing with that? I've got 2 sons that are working on the farm with me,
One son is going elsewhere. He's in college at the moment, and he's going into other things. We're living virtually as three families off this farm, and I think it's much more possible to live off off a Canadian farm than we would have been in if we were still in England. We were milking close to 200 cows in England. Now we're milking 100 cows, about half the cows here, and we're making a better living. Het bedrijf van Gjalt Mulder is 110 hectare groot. Toen de familie Mulder hier in januari 1992 arriveerde, was er alleen de grond. Het huis en de stallen zijn nieuwbouw. Wat waren voor Mulder de redenen om te gaan emigreren? Nou, de grootste reden is eigenlijk geweest dat we, ja, vooral de steeds beklemmende milieumaatregelen. En er was toen eigenlijk ook sprake dat bij ons in de Flevopolder, in die hoek waar wij dan zaten, bij de Flevocentrale, hebben we het gehad over om daar een vuilverbranding op te richten. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd, nou, het laatste waar wij willen wonen is onder de pijp van zo'n ding. En toen hebben wij besloten om rond te kijken, om weg te gaan. En de Flevopolder had natuurlijk ook al een ruim en groot bedrijf. Maar ja, al die wetjes en regeltjes, dat is hier een stuk minder. En ja, je zit als boer zijnde toch een stuk vrijer in je doen en laten dan dat je in Nederland zit. En je verbouwt natuurlijk, ja, je zit ruimer in je land en dan verbouw je toch wat meer voer voor je eigen. Dat, als je het niet te hek maakt met alle machines en zo, dan kun je een stuk beneden de kostprijs werken in Nederland, denk ik. Gjalt Mulder heeft 130 koeien. Voor kleinere en beginnende boeren biedt Canada ook volop mogelijkheden. Vandaar dat men hier soms onverwachte ontmoetingen kan hebben, zoals met de Zwitserse boer Frans Weber, die zich in mei 1992 met vrouw en twee kinderen in Ontario vestigde. We hebben geleefd in een berggebied en als bouwer is het daar schwer om een leven te maken. Zo, we hadden 12 koeien, maar dat was niet genoeg om die familie aufrecht te houden. Zo, ik heb gearbeitet in der Winterzeit als Skilehrer. Ich hatte eine eigene Skischule im Herbst und im Frühling als Dachdecker. Und nebenbei habe ich noch Versicherungen gemacht. Aber ich wollte immer ein Bauer sein und schon immer nach Kanada gehen. Und wir haben uns dann entschlossen, in Kanada etwas zu suchen. Wir waren das erste Mal in Kanada in 1988, um herumzureisen. Wir waren vom Osten Kanada gereist bis nach dem Westen, haben einige Gebiete angesehen, aber wir haben damals noch nicht so groß daran gedacht, nach Kanada zu ziehen. Aber ich wollte schon immer Bauer sein und die Familie aufrechterhalten, nur als Bauer, und dann waren wir wieder in Kanada 1991, haben herumgesehen in Ost-Ontario und hier, wo wir jetzt sind, more in Süd-Ontario. Und haben gedacht, hier könnte das beste Land sein, um ein schönes Leben zu machen, oder? Emigreren ist eine hele Unternehmung. Talrijke Nederlandse boeren en boeren uit andere landen durven die stap aan. Vaak moeten zij ook wel. De groeimogelijkheden in Nederland en andere Europese landen zijn beperkt. De toekomst is onzeker. In Canada is groei nog wel mogelijk. De belangstelling voor vestiging in Canada is dan ook groot. Maar emigreren blijft een hele onderneming en goede begeleiding is noodzakelijk. Okay, bring her down a bit more. Down, let go of it. Wheels are on the ground. Is that a hay tedder? Yeah.
Mary Veldman ziet het als haar taak om nieuwe emigranten met de Canadese samenleving in contact te brengen. Maar haar begeleiding eindigt niet met het op zijn plaats zetten van het meubilair. Hoe zit het met familiespel? Nou, de container is vrijdag gearriveerd en ik denk wel dat ze druk zijn met uitpakken. Ja. Maar ik zal Hilde straks even bellen en zien of dat er eventueel iets stuk is, of dat alles toch goed overgekomen is. Ja. Dus daar moet ik straks even naartoe. Zuidwest-Ontario is een vruchtbare streek. Het aantrekkelijke landschap maakte ook indruk op Gerrit-Jan Nagelhout, die in december 1990 Elburg verliet om zich hier met vrouw en vier kinderen te vestigen. Wat zijn voor hem de verschillen tussen het boeren in Nederland en het boeren in Ontario? Het boeren op zichzelf is heel weinig verschillen. In Nederland voer je gras, hier voer je luzerne. Dat geeft misschien wat meer probleem met de koeien, maar de productie ligt hier nogal al wat hoger dan in Nederland, op ons bedrijf. We zitten toch met 10.000 liter melk. Maar verder, veel verschillen zijn er niet. Met de koeien, dat is hetzelfde. Het landbewerken is wel wat anders, maar een boer met een beetje ervaring, die heeft daar geen probleem mee. Dat valt allemaal geweldig mee. In het voorjaar, we hebben hier lange winters. En de ene winter wat meer sneeuw dan in de andere winter. Maar in het voorjaar, dan moet je erg rustig zijn. En als de sneeuw weg is, dan duurt het toch nog een hele tijd voordat de grond bekwaam is om te bewerken. En in het voorjaar moeten we eerst al de warme regen hebben om de vorst uit de grond te krijgen. En dan moet je gewoon geduldig zijn en dan moet je erg aan wennen. In Nederland was het zo, in maart en april ging je op land en kunstmest strooien en het land bewerken. Maar dat is hier niet zo. Hier begin je eigenlijk pas met de grondwerkzaamheden eind april, begin mei. En dan beginnen we ook korn te planten. Wij verbouwen het ruwvoer voor de koeien. En wij zijn eigenlijk op de minerale voorziening na 100% zelfvoorzienend van voer. Dus ook het krachtvoer. Dus wij kopen de mineralen, dat zit in Holland in het krachtvoer verwerkt. Die mengen wij door de total mix, door het gemengde rantsoen, daar mengen wij dus de mineralen apart bij. Het weersafhankelijk zijn is hier ook groot, maar de stress om het weer is lager. Kijk, in Holland kuil je 15 keer in de zomer, elke twee weken een beetje. Hier kuil je 3 keer op een jaar in de zomer, maai je luzerne. Dus je zoekt 3 keer op een jaar 2 goede dagen en je ruimt je 60 of 70 hectare luzerne op. Dus het veldwerk op gebied van voederwinning is iets eenvoudiger. Het akkerbouwgedeelte wordt het combine en dergelijke dingen op veel plaatsen in loonwerken dan. Dus het vullen van die silo van 500 ton krachtvoer, dat gebeurt in één dag of één nacht of een dag en een nacht. Dat is meest loonwerkwerk en dat werkt prima. Ich wollte immer ein Farmer sein und nur leben auf einem Bauernhof, die Familie ernähren zu können. Und hier ist es möglich, weil es gibt genügend Land, man kann Kühe haben, wenn man größer werden will, man kann Milchquote kaufen, man kann bauen, größer bauen. Es ist die Möglichkeit auch, um Land zu kaufen. Und es ist wirklich schön, wenn man gerne Bauer ist, hier zu bauen. Denn es ist alles hier. Es wächst alles und die Arbeit ist viel einfacher. Man hat auch viel mehr Zeit für die Familie. Emigreren betekent afscheid nemen van de vertrouwde omgeving. Deze stap wordt wat eenvoudiger wanneer men in het nieuwe land goed wordt opgevangen. Wat waren de ervaringen van Hinnie Haanstra?
De mensen op zich zijn ontzettend vriendelijk, behulpzaam. De Canadezen, ik ben heel blij dat we hier tussen Canadezen wonen. Ze zijn echt heel rustig. Ze nemen je op in de gemeenschap, wat je ook doet of laat. En ze laten je ook echt met rust. Ze kijken niet tegen je aan van, oh jee, daar komt een Nederlander met een zus of zo'n portemonnee. Ze laten je echt in je eigen waarde. En dat is echt waar. Dat vond ik heel positief. De scholen, het systeem is misschien anders dan in Nederland. Het zal misschien een lager niveau zijn, maar het sociale aspect is duidelijk aanwezig. Kinderen leren heel veel met elkaar om te gaan. Zorgen voor elkaar, de grote weer voor de kleine weer. Die weer daarbij betrokken voelen dat ze niet alleen maar tegen de grote hoeven op te kijken. Ze doen heel veel samen. Over het algemeen hebben kinderen minder aanpassingsproblemen. Het feit dat ze naar school moeten, zorgt ervoor dat zij snel nieuwe contacten leggen en ook binnen korte tijd een nieuwe taal, het Engels, kunnen schrijven en spreken. De contacten tussen kinderen groeien snel uit tot contacten tussen de ouders. Het onderwijssysteem in Canada verschilt van dat in Nederland, maar het niveau is vergelijkbaar. Toch zal het even wennen zijn om iedere dag met de schoolbus naar school te gaan en de dag te beginnen met het volkslied. Wanneer men uit Nederland vertrekt, moet men de voetbal maar aan de buren geven. De schaatsen moeten in Canada echter onmiddellijk uit het vet. Naast honkbal is ijshockey de nationale sport. En je kunt er het beste jong mee beginnen. Iedere stad heeft zijn sportclub. Actief sporten zorgt voor nieuwe contacten. En die zijn noodzakelijk om je snel thuis te voelen. De eerste paar maanden of de eerste half jaar was het moeilijk. Ik ben eerst gaan werken. Ik ben eerst 1 semester naar de high school geweest. Dat beviel me helemaal niet. Ik kon niet met die mensen op 1 niveau praten, zeg maar. En toen heb ik een tijdje gewerkt en ik ben in januari pas met school begonnen. En toen ik op school kwam, merkte ik dat het dus wel mensen waren waarmee ik wel kon praten. Maar dat heeft gewoon een tijdje geduurd. Ik bedoel, je kunt niet verwachten dat iedereen meteen met jou overweg kan. Dus, maar nu gaat het prima. Marleen van Ham is 22 jaar. Gedurende de zomervakantie werkt zij in een restaurant. Het stelt haar in staat om haar studie agrarische economie aan de universiteit voor een groot deel zelf te betalen. Speelt Nederland nog een rol in haar leven? In het begin denk je altijd dat Nederland alles beter is. Totdat je teruggaat en dan zie je toch weer dingen die je misschien van Canada beter vindt. Dan kun je beter vergelijken. En we zijn 2 jaar geleden, zijn mijn moeder en ik en 2 vriendinnen zijn op vakantie geweest naar Holland. Hele gezellige tijd gehad. Maar toch bepaalde dingen waar je aan gewend raakt, zie je vooral de ruimte. Grotere huizen, grotere, allemaal van die kleine dingen, maar dat je toch opvalt waar je aan gewend raakt. Dus ik zou niet meer terug willen. Nee. Op vakantie ja, maar niet om te wonen. De medische voorzieningen in Canada zijn uitstekend. Veel stadjes hebben hun eigen ziekenhuis, zoals St. Mary's met toch maar 6000 inwoners. En iedereen is verzekerd. De staat betaalt de kosten uit de belastingopbrengst. Good boy. Can I take your vitals? Take your blood pressure? Ziek zijn, beter worden. In Canada hoeft men niet op een houtje te bijten. De talrijke grote en ruim gesorteerde supermarkten, die meestal aan de rand van de stad liggen, bieden de consumenten overvloed aan producten, ook van Nederlandse herkomst.
De melkproducten in de winkel brengen ons terug naar de Canadese koe, de spil van de onderneming. We hebben 100 koeien, of zeg 95 denk ik op het moment. We melken 1 miljoen liter koten per jaar en we hebben ongeveer 100 stuks jongvee bij. In Nederland heb ik 20 jaar mijn best gedaan om van 4.500 liter naar 9.000 liter productie te komen. In Canada zijn we in 3 jaar met gewoon vee aan te kopen van 7.500 liter naar op het moment, zoals de laatste 4 maanden produceren, een verwachte productie van 11.000 kilogram te gaan. Nou, in Noord-Amerika, dat ligt wat voor op Nederland met de koeien. Er worden veel geëxporteerd naar Nederland toe. En sperma en embryo's, die daar worden stieren gefokt in Nederland. Dus dat ligt hier wat voor. Dat geeft niet zoveel problemen. De koeien komen. We hebben het van 3 verschillende bedrijven gekocht, allemaal van Leeuwen en Stal. En dat gaat nog niet zoveel problemen in eerste instantie. En in de tweede, het werkt gewoon prima, dat is tot zover. Koeien geven goed een productie van 10.000 liter melk. Dus. Dat is wat hoger als in Nederland. Ja. Het voer is hier wat beter. De mais is hier nogal een stuk beter, de snijmais. En het voer wat je voert hier heimoiste kan. Dat, dat kan je in Nederland niet kopen. Dat heeft een enorme hoge energiewaarde dat voor de koeien. En dat is denk ik ook de reden dat koeien nogal wat meer melk geven bij ons als in Nederland. We hadden in Nederland een productie van 8.000 liter met goede gehalte. De gehalte zijn hier wat lager van het vet en van het eiwit. Maar per saldo ligt de opbrengst hier hoger per in de vorm van vet en eiwit. Mestregels heb je hier eigenlijk, die zijn er wel, maar eigenlijk weet je niemand dat ze er zijn. Want bijvoorbeeld hier mag je ook 1 koe per eker houden, dat is 2,5 koe per hectare. Maar geen één boer die komt er eigenlijk aan. Je blijft onder die norm, omdat je eigen voer geteeld wordt. Dat wil zeggen, je teelt ook je eigen krachtvoer. Niet alleen je ruwvoer, maar ook het krachtvoer. Zoals mais en sojabonen, dat teel je allemaal zelf. En dat is verschillend met in Holland. En daardoor, omdat je het voer allemaal zelf teelt, heb je meer land nodig, is de mest geen probleem. Je hebt zoveel land meer om de mest uit te rijden. Wij mogen blij zijn dat hier en daar op alle land wat we beboeren op het moment, dat daar een druppel mest op komt. Dat halen we niet eens. Canadese boeren kennen dus nauwelijks een mestprobleem. Dit in tegenstelling tot hun Europese collega's. En hoe staat het in Canada met dat andere obstakel voor melkveehouders, het melkquotum? Wij hebben hier in Canada 2 vormen van melkquota. En dat is een dagelijks fluidquota, noemen ze dat. Dat is drinkmelkquota, dat is voor de consumptiemelk. En we hebben een fabrieksquota, en dat is een uitgedrukte kilogram vet per jaar. Hoeveel krijg je quota wanneer je komt in Canada? Als je boerderij koopt waar quota op is, neem je quota over. En heb je meer quota nodig, dan wordt het quota verkocht iedere maand, de 8e van de maand, bij inschrijving via de melkmarkt in boord. Er wordt geen quota verhandeld van boer naar boer, mits het gaat met heel de boerderij over. Zo, als ik het idee heb om 100.000 liter melk bij te kopen voor het volgende melkjaar, dan schrijf je in, zeg in de 8e van de maand november, en dan doe je een bod per kilogram vet. Je weet de prijs van de vorige maand, zeg maar, is $34 per kilogram vet. Nou, dan je denkt, het wordt misschien wat duurder, ik bied $36. Op dat moment dat de gemiddelde biedprijs en de gemiddelde vraagprijs, waar die bij elkaar komen, dat wordt de verkoopprijs van de melk. Dus ik bied 36, er zou gemiddeld geboden worden 35, gemiddeld gevraagd worden 35, dan heb ik dus mijn quotum gekocht, want ik bied iets meer als wat ze vragen. Ik hoef geen $36 te betalen, ik betaal de $35, de gemiddelde prijs. Mensen die willen verkopen en die vragen 40, hebben dus te veel gevraagd, hebben niet verkocht die maand. Dus het is altijd daar waar die gemiddelde prijs raakt, dat is de, hier noemen ze het exchange prijs, dus de verkoopprijs voor melk die maand. Dus je kunt inschrijven voor bijna onbeperkte hoeveelheden. Ze hebben wel een maximale melkproductie per dag. Ik geloof dat het op het moment 5500 liter per dag is. Maar er wordt steeds een beetje aangewerkt om die hoeveelheid wat uit te breiden. Want er komen meer grotere en grotere bedrijven ook in Canada. Thank you.
In Ontario is de beschikbaarheid van land en boerderijen geen probleem. Men kan kiezen uit kleine, middelgrote en zeer grote percelen en bedrijven. Met mooie, karakteristieke woonhuizen en nieuwe stallen. De ruime keuze aan land en bedrijven maakt het noodzakelijk om met een goede en ervaren makelaar in zee te gaan. Een makelaar die van boeren weet. Andy Veldman's office, Benny Ann speaking. Andy Veldman is gespecialiseerd in bemiddeling bij aankoop van Canadese boerenbedrijven door Nederlandse en andere Europese boeren. Het kantoor is klein en er is dus altijd direct contact met Andy, zijn vrouw Mary en medewerker Harry van Dam. En je phone number. Oké, okay, I'll get that information for you and give you a call back. Oké, okay, thank you. Bye. De begeleiding bij emigratie start in Nederland. Eenmaal in Canada wordt men niet aan zijn lot overgelaten. Men krijgt adviezen met betrekking tot het akkerbouwgedeelte van het bedrijf en men maakt uitvoerig kennis met de Canadese samenleving. Het is immers van belang dat de immigrant zich snel thuis voelt in het nieuwe land. En Andy Veldman en zijn medewerkers spannen zich in om dat inburgeren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Want emigreren is een hele onderneming. Maar Canada zal de moeite waard blijken te zijn. Voor de ervaren kleine en grote ondernemer. Maar ook voor de startende boer. Mijn vader was dus boer in Holland. En het bedrijf was te klein om over te nemen. Volgens ons. En toen heeft mijn vader zijn koeien en de melkquotum verkocht. En met het land wat erbij hoorde. En hij heeft de boerderij zelf nog gehouden, waar hij nog steeds op woont. En nog steeds zijn inkomen uithaalt. En ik heb dat geld van hem geleend. En zo ben ik hier naar Canada gekomen. En toen hebben wij dit bedrijf gekocht hier. En zo ben ik begonnen. Ik denk dat het de juiste tijd is voor jongens die thuis in dezelfde situatie zaten als ik. Waar het allemaal een beetje moeilijk lijkt en het bedrijf een beetje klein is. Om op zo'n manier hier te komen. Yes, it's quite a big decision, really. Looking back at it, but at the time we realized we were a family, a wife and myself, and the three boys, and we realized if we wanted to make something out of our living, out of our lives, we'd have to go alone. You just can't depend on your families. And really, we're only a matter of 6 hours away from England now, and it's no problem to jump on the plane and go and see him. And the telephone is no problem. We have never been lonely here. We've had enough to do, I think, to keep us occupied. And we're very, very happy here. Ja, es ist vielleicht im ersten Moment, wenn man daran denkt zu gehen, freut man sich. Und irgendwann kommt auch der Gedanke, alle seine guten Freunde zu verlassen, ein neues Leben zu starten, weit weg von der eigenen Familie. Aber man hat diese Situation gewählt und man geht. Und wenn man jung ist, ist das sicher noch einfacher, als wenn man schon älter ist. Und wenn die Familie zusammenhält, ist das auch nicht mehr so ein großes Problem. Und heute sicher einfacher, weil man ist so schnell von Europa in Kanada, das ist kein Problem mehr, zumal die Familie wieder zu treffen nach ein paar Jahren. Und wenn dann alles gut geht, man ist in Kanada, alles läuft so, wie man es eigentlich gern hätte, dann ist das gar kein so großes Problem. Natürlich kommen manchmal Probleme und es ist nicht so einfach, aber mit der ganzen Familie, ich glaube, jedermann, der wirklich nach Kanada möchte, um eine Farm zu bearbeiten, kann diese Situation meistern. Ich habe es hier prima im Sinn. Ja, ik heb er helemaal geen problemen mee. Je moet eraan gewend raken, er zijn heel veel dingen anders.
Maar uiteindelijk went het. En als je op een gegeven moment gaat vergelijken, dan heb je voordelen voor Canada en je hebt voordelen voor Nederland. En dan moet je gewoon gaan beslissen waar je wil blijven. En uiteindelijk, mocht het je na 5 jaar nog niet bevallen of 2, 3 jaar, kun je altijd nog teruggaan. Maar je moet het wel een kans geven. Canada is geen lekker land. Er is enorm veel mogelijk in Canada. Sommige boeren zeggen het is een land, een andere Hollander die zegt altijd het is een land met ongekende mogelijkheden. En dat klopt ook. En ook met ongekende moeilijkheden meteen erachteraan. En dat klopt ook. Koeien zijn anders, mensen zijn anders. Noem maar op. Je kunt hier in een enorme snelheid heel veel kopen, heel hard groeien, heel groot worden en heel veel fouten maken. Wat is ideaal? Dat vroegen ze vorige week, had ik bezoek. De dierenarts vanuit Holland was over, is 3 weken geweest. Hij zegt, het lijkt wel Dallas, het is bijna het aardse paradijs. Ik zeg, het had nog mooier kunnen zijn als dezezelfde, zeg maar 120, 130 hectare midden in Brabant lag waar ik geboren was. En je zou daar dit allemaal kunnen hebben. Maar ik denk, dat kan niet, want dan moet je daar 20 boeren opruimen. Dat is onmogelijk.